Want de Heer blijft inderdaad spreken. Afgelopen week hebben we een week van gebed gehad voor de generaties. En voor mij waren daar twee markante momenten. Eerst was zondagavond. Ik ga dat zo direct lezen. Een thema wat dicht bij mijn hart ligt en wat we ook gaan voorbereiden de komende maanden. En afgelopen donderdagavond ervoer ik opnieuw een heel bijzonder spreken van de Heer. Ik neem u daar wel in mee. In elk geval boven de preek staat: door het geloof bouwde Noach de ark tot redding van zijn gezin. Dat is een hele lange titel. En ik wil gaan met u lezen uit Genesis. Genesis, het zesde hoofdstuk. Beide, omdat ik ervaren heb als het spreken van God. Beide, ik durf het rustig profetisch te noemen. Profetisch spreken van God. En dan begin ik bij Genesis 6, vers 17. En 18. En daar staat: en zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is van onder de hemel te gronden te richten. Alles wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond maken en u moet in de ark gaan. U, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En vers hoofdstuk 7. Daarna zei de Heere tegen Noach: ga in de ark, u en heel uw gezin, want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. U moet voor uzelf van alle reine dieren 7 paar nemen, een mannetje en zijn vrouwtje, maar van de dieren die niet rein zijn, 1 paar, een mannetje en zijn vrouwtje. Ook van de vogels in de lucht 7 paar, mannelijk en vrouwelijk, om de soort op heel de aarde in leven te houden. En dan een vers uit Hebreeën, 11e hoofdstuk, het hoofdstuk van de geloofsgetuigen. Daar kwam dat vers, sprong er ook zo weer uit afgelopen zondagavond. En daar staat: door het geloof, laten we even vanaf vers 5 en 6 beginnen. Daar staat: door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, die moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Vers 7, door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Nou, u weet het al wel, we hebben daar al een paar keer over gesproken en we zullen de komende maanden hierover spreken. Een ark bouwen tot redding van je gezin. Dat woord is diep in mijn hart gegraveerd. Op die bewuste vrijdagmiddag in Peru, waarin we zagen het werk van Compassion met al de kinderen enzovoort. En het was echt een spreken van God. Ik zou bijna zeggen, als een pijl komt het dan in je hart en het gaat nooit meer weg. Bouw het gezin moet in de ark. Dat is mede ook daarvoor, zijn we al aardig op het spoor gezet. Ook daarom heb ik u denk ik al wel wat meegenomen door Chris en Annemieke, de reis die zij maken. Ontdekkingen uit het woord van de belangrijkheid van het gezin. En we zijn, zoals u misschien ook wel weet, samen met City Light Alkmaar en Broek op Dijk, de Ark Broek op Lange Dijk, over de Ark gesproken. De Ark Broek op Lange Dijk gaan we een conferentie voorbereiden waarin het helemaal gaat om dit thema. En we zullen dat in de lokale kerken ook verder gaan uitwerken. Gezin, denk je aan man, denk je aan vrouw. Hè? En soms moet je zeggen, dat zijn gebroken gezinnen.
komen we straks nog op terug. Kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's hopelijk. He, gezin. Maar gezin is ook, in bredere zin van het woord, is ook gezin. He? De Bijbel zegt, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, daar bedoelt de Heer zijn familie mee. Ik weet niet of u een kind van God bent, maar vast wel. En als u dat bent, dan bent u ook een huisgenoot van God. U woont al bij God in huis. Geweldig, hè? Het is bijzonder. Maar samen zijn we ook huisgezin van God. Ik zie weer onze geliefde broers en zussen boven zitten die asiel zoeken. En hun familie is allemaal, hebben ze daar achtergelaten. Sommigen hebben zelfs familieleden achter moeten laten. Wat goed dat het kabinet gevallen is. Nee, niet goed. Maar wel dat het omgaat dat gezinnen niet uit elkaar gehaald mogen worden. Ook van mensen die asiel zoeken. En dus ook zij horen bij ons. Familie van God. We zijn familie. Met vallen en opstaan. Laten we heel eerlijk zijn. Met vallen en opstaan. Ik voel me soms wat beschaamd. Omdat ik ook weet dat zowel ik als we het ook niet altijd goed doen. Maar toch, we zijn huisgezin van God. En wat geweldig dat we ook familietaal hebben in de kerk. Wij noemen elkaar broer en zus, toch? Ja. En dat kan bijna een titel worden. Zo van broeder die en zuster die en pastor die. Nee, je bent broer en zus. Dat is nogal wat. En je bent ook, en de Bijbel spreekt er ook van, dat we in een andere brief van Johannes, wordt gesproken over kinderen, kinderen in het geloof, jongelingen in het geloof, vaders en moeders in het geloof. En dan ben ik ongelooflijk dankbaar dat in dit huis niet alleen jongeren zijn en kinderen, maar dat er ook vaders en moeders in het geloof zijn. Dat geeft stabiliteit en daar zijn we God erg dankbaar voor. En een goed gezin begint bij een goed huwelijk. Hè? Ik denk dat dat waar is. En een goed Bijbels huwelijk begint bij een goede relatie met Heer Jezus Christus. Het is niet een optelsom van do's en don'ts, 7 stappen tot. Het begint en eindigt met Jezus Christus. Uit hem zijn alle dingen en voor hem zijn alle dingen. Deze week, ik sprak Chris nog eventjes en we hadden het ook weer over dit thema. En hij zei, je moet je toch eens realiseren wat daar gebeurt in elk huis in Egypte. Elk huis werd door de vader, als je geen geld had, deed je het samen met je buren, werd een lammetje geslacht. En die vader was zo diep doordrongen. Alleen door het bloed van het lam wordt mijn gezin gered. In elk huis. Pak het maar gelijk even. Dat is per gezin. In elk huis is het van belang dat het bloed van het lam geëerd wordt, beleden wordt, geloofd wordt. Bijzonder. Het is heel interessant, als voorgangersteam hebben we gezegd, omdat we ook zullen gaan inzoomen de komende tijd op Efeze 5. De rol van de man, de rol van de vrouw en dan gelijk door naar hoofdstuk 6. Hoe zich dit verhoudt tot de kinderen. En dat is heel apart, dus Paulus zegt eigenlijk, als je geestvervuld bent, moet zich dat uiten in je gezin. Straks komen er niet zozeer de nuances, maar de balans die komt. Maar dan moet zich dat uiten in je gezin. En het is heel apart, dat is een andere insteek dan dat Paulus in Korinthe heeft. Dat zegt hij, als je geestvervuld bent, dan spreekt hij over de opbouw van de gemeente, het huisgezin van God. In Efeze spreekt hij over de opbouw van het gezin, waar je woont, je vader, moeder en kinderen. Er staat er in het gedeelte van Hebreeën 11 wat we gelezen hebben, en ik vind het prachtig, door het geloof op een aanwijzing van de Heer. Nou, aanwijzingen van God, ik denk dat bijna alle dingen in het koninkrijk van God komen tot stand doordat God een aanwijzing geeft. Er staat een goddelijke instructie geeft. Is dat niet, dan gebeurt er ook niet zoveel. En dan kan je door de hele kerkgeschiedenis heen zien. Er is een aanwijzing van God. God spreekt. In mijn geval was dat dan zo sterk, dat verhaal van het gezin moet in de ark.
En dat is bij me gebleven. En ook in landelijk verband spreken we erover met elkaar. En we merken, de Heilige Geest zit zo urgent op de agenda. Waarom ook? Omdat de Heer Jezus zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Wat is het aparte van de dagen van Noach? Dat is niet, zoals meestal wel gezegd wordt, algemeen moreel verval. Dat is niet het kenmerk, want door de geschiedenis heen is dat steeds weer gebeurd en gebeurd en gebeurd en gebeurd en gebeurd. Dat is niet het bijzondere. Het bijzondere van de dagen van Noach is wat de Heer Jezus zegt, ze zullen huwende en ten huwelijk nemen. Nou, dat is de context. De context waar wat er gebeurt in Genesis 6 is dat de zonen Gods, hè, daar kun je hele Bijbelstudies over houden, maar dat de meeste uitleggers zijn het erover eens, dat zijn engelenwezens geweest, een speciale klasse van engelenwezens, die hebben een contact gezocht met de dochters der mensen. En daar is een hybride geslacht uit voortgekomen. Reuzen van de voortijd. Je kunt het lezen in Genesis 6, vers 3. Er komen zijn reuzen, er is een soort hybride geslacht uit voortgekomen, die je later nog terugvindt bijvoorbeeld bij de Enakieten. He, vaak wordt dat gedeelte in nummerie 11 wat wel gezegd dat, he, dan gaan de verspieders het land in. Dan zeggen die mensen die waren groot. En dan is de prediking meestal van, ja, in jouw ogen waren ze zeker groot, maar ze waren net zo groot als jou. Nee, ze waren echt heel groot. Laten we zien bijvoorbeeld Goliath is ook nog een representant van dat hybride geslacht. Wat kennelijk daarna, ook na de zondvloed nog, hier en daar is doorgegaan. Reuzen. Reuzen. Uit de voortijd. En dat kleine manneke David in de kracht van God versloeg deze grote reus Goliath, de reuzen van de voortijd. Dat was de context. En in onze dagen, en daar gaan we nu niet al te zeer op in, maar wordt ook het huwelijk enorm aangevallen. Er is nooit zo'n tijd geweest in de geschiedenis, misschien vergelijkbaar met Noach, dat het huwelijk zo onder druk heeft gestaan. Niet alleen in de context van echtscheiding, maar ook in de context dat mensen het huwelijk totaal anders gaan definiëren dan dat door de eeuwen heen altijd is geweest. Dat is de tijd waarin wij leven. Het is absoluut een revolutionaire tijd. En cultuurfilosofen zeggen ook, dit is een revolutie. Dit is een revolutie gaande van een herdefiniëring van het huwelijk. Bijzonder ernstig. En ik denk ook dat het geestelijk gezien is het ook de woede van de boze over het geweldige grote huwelijk dat er aankomt. Namelijk van de bruid en de bruidegom. Er is een woede, een grote woede in de geestelijke wereld over wat komt. En de Jezus zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Ik geloof, wij leven in die dagen van Noach. Maar dat is juist, als het zo moeilijk is, gaat God spreken. Dat is altijd. Toen er in de tijd van de middeleeuwen niet het licht van het evangelie gepredikt werd in de toenmalige kerk. De toenmalige kerk was het, je kon je heil verdienen als je aflaten kocht. Toen was er een aanwijzing bij één man, Maarten Luther. Hij zei, nee, het is door geloven uit genade dat je gered wordt. Het was in de tijd van de 60e jaren dat de drugsoorlogen waren in New York. Ik kom er net vandaan. En dat God sprak, dat er een aanwijzing van God was voor één man. Dominee David Wilkerson. Die zit een Tientjellensman uit Tsjechië. Dominee David Wilkerson. God had een aanwijzing gegeven. Ik heb de vrucht van zijn bekering nog mogen zien in New York. Nicky Cruz, 85 jaar oud. Still going strong. Geweldig. Een wereldwijde bediening is daaruit voortgekomen. Een aanwijzing van God. In een situatie waarin het denkt, wat een ellende, mensen. En zo gaat dat voortdurend door in de geschiedenis. Want God is een sprekende God. En hij laat niet varen wat zijn hand begon. En ook in deze tijd, ik geloof met heel mijn hart, want het is niet een spreken dat God aan mij geeft, zo van alsof dat boeiend zou zijn. Hij spreekt het zo duidelijk tot zijn kerk. Overal hoor ik hetzelfde terug. Het gezin moet in de ark. En wat is het dan geweldig. En laten we bidden, terwijl u hier zit, hoop ik dat u luistert naar mij. En mag u ook in de geest bidden voor wat er gebeurt bij onze tieners in Wieringenwerf. Want wij geloven zo, God bouwt zijn kerk en hij laat niet varen wat zijn hand begon. En de kerk van morgen zal beter zijn dan de kerk van vandaag. Waarom? Omdat hij afmaakt wat hij begint. En juist ook in deze tijden, in onze tieners zo aangevallen worden.
En laten we bidden dat de geest faalt in Wieringenwerf, maar we horen te mooie berichten in het land. Juist dan, God beweegt. Een goddelijke instructie, een goddelijke aanwijzing. Dus we kunnen ook niet zeggen van, hé, we hebben met elkaar een visie ontwikkeld. Zo van dat het toch weer naar ons toe gaat. Heeft er niks mee te maken. God wijst aan. God geeft een aanwijzing. Hij spreekt uit de hemel. En we hebben alleen maar te doen en daarin te wandelen en erin mee te bewegen. Wat hij zegt. De ark bouwen tot redding van het gezin. Dat had God gezegd tegen Noach. Dat zegt hij vandaag opnieuw tegen de mensen die leven als in de dagen van Noach. En wat betekent dit voor ons? Moeten we dan een hele hoop hout gaan bestellen? Moeten we dan een groot terrein gaan afhuren en dan alle timmerlui gaan charteren om een ark te bouwen? Natuurlijk niet. Want de ark staat in de Bijbel voor Jezus Christus. Ja, gemeente mag ook als het lichaam van Christus. Dus Petrusbrief wordt er toegespitst op de doop. Oftewel het lijden, het sterven, begraven worden en de opstanding van Jezus Christus. Maar het is Jezus, alleen maar in de ark is redding. Daarbuiten is geen redding, ook voor je gezin. Ik kom allemaal nog terug op wat God daarna ook gesproken heeft, want dat wil ik ook heel graag delen met u. Even een intermezzo, er zijn twee arken in de Bijbel, dat u niet verward bent. Dus als ik met mijn broertje Jonathan spreek, voorganger van de ark, broer op Langendijk, dan wil hij vooral de ark, die andere ark. Dus dat kleine meubelstuk wat gebouwd moest worden. Hè, wat God had laten zien aan Mozes op de berg, wat met goud betrokken moest worden. En waar een verzoendeksel op geplaatst moest worden, waar de wet in moest liggen. Ook een beeld van Christus. Ook, net zo. Net zoals die andere ark, die boot. Dat is die andere ark. Een beeld van Christus. En ik herinner mij heel goed dat Harry Danenberg, hij is niet meer in deze gemeente, maar hoe hij een prachtige preek had, niet over de ark van Noach, maar over de hark van Noach. Ik zal het nooit vergeten, geweldig, de hark van Noach. Maar ik zal u één ding vertellen, toen hij die ark moest bouwen, had hij ook een hark nodig, voor al dat mest wat van de dieren weggeveegd moest worden. Maar dat is gewoon mijn associatie in mijn hoofd, de hark van Noach. Maar in ieder geval de ark van Noach, type van Jezus. En wij zijn ook aan het bouwen. De Bijbel zegt, zie dan toe hoe je bouwt. Ik hoop dat u aan het bouwen bent. We bouwen. Laat jezelf gebruiken om mee te, dat je mede gebouwd gaat worden. Zie toe hoe je dan bouwt, zegt Paulus. Dus wij zijn ook bouwers. Wij bouwen in Christus. Dan zegt dit gedeelte, door het geloof. Dat is belangrijk. Door het geloof staat er. Door het geloof heeft Noach, en daarvoor heeft de Hebreeën schrijver net uitgelegd, dat zonder geloof is het allemaal, kun je God niet behagen. Geloof, mensen, is niet een dingetje wat we heel erg op moeten werken in onszelf. Als je maar genoeg geloof hebt. Het is geweldig als je geloof groeit. Dat zeg ik wel. De Bijbel spreekt van de vrucht van geloof. Die is belangrijker dan de gave van geloof. De gave van geloof is het geloof dat je zomaar in één keer krijgt voor iets voor iets wonderlijks, wat niet kan, dat je in één keer weet, het gaat gebeuren. Dat is de gave van geloof. Daar kun je maar niet over beschikken. De vrucht van geloof is iets anders. De vrucht van geloof reageert op elke omstandigheid vanuit vertrouwen in God. Elke omstandigheid. Ook als niet gebeurt wat je hoopte dat zou gebeuren. Diepe indruk op mij gemaakt. Ze zijn er niet, maar toen onze kleindochter Faith geboren werd. En u weet dat ze is geboren met een open ruggetje. Was daar geloof dat ze genezen zou zijn, al zou zijn in de baarmoeder. En toen ze geboren werd, en Yvonne was daarbij, zag je op dat ruggetje die opening. En dat was een teleurstelling. Want het was gebeden voor het wonder. Dat wonder was niet gebeurd. En toen ik aan René vroeg van René, hoe reageer je nou hierop? Toen zei die pap, ook hierop reageren we met geloof.
dat ook dit in Gods hand is en dat we hem nog steeds vertrouwen. Niet eens per se altijd voor het wonder. Maar je vertrouwen stellen in God, ongeacht. Dat is zo essentieel. Ik kan het nu hebben over prediking. Als je maar genoeg geloof hebt, word je genezen enzovoort. Daar komen we nog wel een andere keer op. En dat is goed dat daar ook dingen over gezegd worden. Maar onthoud, er zijn twee soorten van geloof. In één keer de gave van geloof. Je weet niet waar je het vandaan haalt, maar je weet zeker dat. En dat is nadat het gebeurd is, want dan gebeurt het ook, is het weer weg. En de vrucht van geloof, die altijd in elke omstandigheden zijn vertrouwen op God stelt. Amen. Als het voorspoed is, als het tegenspoed is. Op bergen en in dalen. Vertrouwen op de levende God. En dan staat er inderdaad door het geloof. Er staat in 1 Petrus 3 dat terwijl de langmoedigheid van God bleef afwachten. Waarschijnlijk, volgens de meeste uitleggers, heeft Noach 120 jaar gebouwd aan de ark. Voor mensen die niet zo bekend zijn met de Bijbel, de leeftijden van voor de zondvloed waren veel langer dan na de zondvloed. Voor de zondvloed was het hele atmosfeer en alles was totaal anders dan na de zondvloed. En na de zondvloed zag je al heel snel dat die leeftijden afliepen naar waar we nu ongeveer zijn. 70 en die zijn sterk zijn 80. En we hebben hier 90-jarigen. Het zijn hele sterke mensen. Maar 120 jaar waarschijnlijk. Waarschijnlijk waren zijn kinderen nog niet eens geboren. Want een van die jongens was 98 toen die zondvloed over de aarde kwam. Dus dat is eigenlijk ook een hele mooie gedachte. Als je het verplaatst naar de ark, is ook een beeld van bouwen aan een cultuur waarin Christus centraal staat, nog voordat de kinderen komen. Dat is mooi. En we moeten eigenlijk tegen onze jonge mensen die gaan trouwen zeggen, je trouwt niet voor je lol. Je trouwt niet van, dan ben ik niet meer alleen. Je trouwt voor en in en tot Christus. Mag u wel even een moment amen zeggen, maar het hoeft niet. Amen. Goed, fijn, ik heb het gehoord. Dat is van belang. En het is ook van belang als we de kinderen gaan opdragen hier, dat het meer is dan even een momentje, dan ons realiseren van, mensen lief, wat heb je een goud in je handen. Van de week was ik bij een echtpaar, daar komt een kindje aan. Hè? Wat geweldig, wat is er. Ga de arpen rijden. Zorg ervoor dat je een huis bouwt waarin het gaat om Christus. Waarin hij gediend wordt, waarin hij centraal staat. Waarin hij niet een factor is, maar de factor is. Maar door de langmoedigheid van God bleef hij afwachten, staat er. En dan kregen ze dus nog kansen. Al die mensen kregen kansen. Ik denk ook wel, ik heb ooit een preek gehoord, vond ik wel mooi. Op de Bijbelschool nog jaren terug. Maar moet je voorstellen dat hier iemand ergens in Heer Hugo Waard. Is nog ergens een plekje vrij waar iemand een ark kan bouwen? Dat is zeg maar op het kruispunt van de Zuidtangent en de Westtangent. Ja? Dat iemand daar een ark gaat bouwen. Nou. Ja, wat denk je? Wat gaan de reacties zijn? Dan ben je een jaar aan het bouwen. Nou. Dan rijden de mensen langs op de fiets, is die gek nog steeds bezig. Nou, dat gaat door na jaren, langzaam maar zeker komt iets van een boterstap. Geen water in de verste omtrek te zien. Geen sprake van water. Heel gek. Dus hij wordt steeds meer de dorpsgek, dat kun je je voorstellen. Op een gegeven moment komt de Telegraaf komt erbij en de Trouw komt erbij. En er wordt een reportage, Nederlands Dagblad natuurlijk. Komt erbij en ja, heb een aanwijzing van God ontvangen. Ja, nou ja. Dus, ik denk zelfs op een gegeven moment zie je een haringkraam daar en een oliebollenkraam. Want het roept allemaal bezienswaardigheden op, want dat schip dat groeit en dat groeit en dat groeit. Geen water in de omtrek en de man die zegt, heeft een aanwijzing van God ontvangen. Dat gaan de mensen zeggen. Dus je begrijpt dat Noach door het geloof, wat een geloof moet hij gehad hebben. Door het geloof heeft hij de ark bereikt omdat hij een aanwijzing van God ontvangen had. En wat zullen die mensen 120 jaar lang? En de Bijbel beschrijft dat geslacht, er was niets goeds in ze. Zo radicaal, het was een enorme, er moet een enorm verzet geweest zijn. Die man is gek.
Maar hij wist, God heeft gesproken. En dat is de strijd van het geloof. Hè? Daar kunnen wij in zitten. Dus door het geloof, ja, dat is wel degelijk ook een geloofstrijd. En om ons gezin is geloofstrijd. Amen. Om de gezinnen is geloofstrijd. Zeker. De boze die knokt, of die knokt, de boze die is veel arglistiger dan knokken. Maar die brengt bolwerken, andere gedachten. Identiteit, je moet zelf weten wat voor identiteit jij bent. Niet meer of man of vrouw, maar al dat soort dingen heeft allemaal met denken, met bolwerken te maken. En onze jeugd zit daar middenin. Dan komt die Efezebrief, als voorgangersteam hebben gezegd, misschien is het goed om eerst een algemene inleiding over de Efezebrief te doen. Want de Efezebrief is een geweldige brief. Ik weet nog, toen ik mijn doopgesprek had, dat is al heel erg lang geleden. Ik moet 17 jaar geweest zijn, maar toen had ik het gesprek met de voorganger, broeder Oving, van de Pinkstergemeente Stadskanaal. En ik had een doopgesprek en ik was wat zenuwachtig en dit en dat. Ik had mijn Bijbel meegenomen en hij op de een of andere manier kwam Efeze ter sprake. En het was allemaal onderstreept in mijn Bijbel. Ik vond Efezebrief geweldig. En toen hij als voorganger, ik begrijp dat nu als voorganger, als er iemand bij mij zou komen met een dik onderstreepte Bijbel. Zeg maar, oh, wat ik ontdekt heb in de Bijbel en dit en dat, dan gaan mijn ogen als voorganger glinsteren. Want dan weet ik, hier is echt iets heel wezenlijks aan de hand. Als de Bijbel gaat leven en de mensen leven, dan is er iets heel wezenlijks aan de hand. Dus de Efezebrief heb ik altijd heel bijzonder ervan. Maar de Efezebrief is een brief, en je kan het onderverdelen in een soort van onderverdeling. De eerste hoofdstukken gaan over de onnaspeurlijke rijkdom die wij in Jezus hebben. Mensen, wij zijn zo enorm rijk. Als je realiseert dat je, u zit nu daar op die stoel, hè? Ja? Weet je, op dezelfde plaats ben je in het huis van God. En dat bedoel ik niet deze kerk mee. Het is niet het huis van God. Dat is gewoon een gebouw. Maar ben je in het huisgezin van God? Sterker nog, op dit moment door het geloof sta je voor de troon van de Almachtige. Hey, word eens wakker. Dat is je leven. Je leven is dat je leeft in die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat maakt dat je de werkelijkheid zo totaal anders gaat zien dan alleen horen, zien, voelen en ruiken. Wat op de aarde is. De realiteit is dat wij in de hemel gezet zijn. De realiteit is dat de onnaspeurlijke rijkdom van God is. De realiteit is dat je niet naar het Witte Huis hoeft, of naar het Kremlin hoeft, om de hoogste bazen te spreken. Want je bent voor de troon van de hoogste baas. Sterker nog, je bent zijn kind. Sterker nog, hij is trots op je. Sterker nog, hij heeft je omarmd. Sterker nog, hij heeft je met zijn zoon bekleed. Sterker nog, heeft je ondergedompeld in onnaspeurlijke rijkdom. Onnaspeurlijke rijkdom, probeer hem maar eens. De eeuwen hebben we nodig om de rijkdom van de Heer Jezus Christus te zien en te ontdekken. Wat zijn we rijk? En wat hebben we een positie? Dat is wat de Bijbel leert in de Efezebrief. Halleluja. Halleluja. Je moet nu allemaal op je stoelen gaan staan. Je moet nu allemaal gaan jubelen en juichen, want je bent zo rijk in Christus. Zo rijk. Eigenlijk zou ik nu moeten stoppen met de preek, want dit is zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat Yvonne heeft een preek gehouden over het evangelie van de zintuigen. Dat je niet alleen maar leeft wat je hoort, ziet, voelt, ruikt. Dat je niet alleen maar beoordeelt op het uiterlijk. Mijn God zegt, ik kijk niet naar het uiterlijk. Mijn God zegt, ik kijk naar het hart. Ik zie niet aan wat voor ogen is. Maar mijn God zegt ook, ik wil dat je je geestelijke ogen opent. Dat je weet hoe rijk je bent. Nou, vanuit die positie, als je daar, God wil dat je je situatie waarin je nu zit, bekijkt van boven. Hij wil dat. Hij wil niet dat je kijkt van de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de aarde. Daar red je het niet mee. Het koninkrijk van God wordt gebouwd door het geloof. Oftewel, ander woord, door het vertrouwen in hem. Amen. Amen. En dat betekent ook dat je mensen lief
Ik vind het niet erg als mensen op hun stoelen gaan staan van vreugde voor Jezus Christus, hoor. Ik vind het helemaal niet erg. Het is oneerbiedig, we zijn in de kerk. Nou, echt niet. Sta maar op je stoel voor Jezus. Doe maar eens. Ga maar eens uit je dak voor hem, want je bent zo rijk in hem. Amen. Zoiets, hè? Zoiets. Ja, maar zo is het, hoor. Ik heb echt soms de neiging, hoor. Ik denk, ik doe het maar niet, mijn voorganger, dit, dat. Dat ik echt op mijn stoel wil staan. Hij is zo geweldig. Mensen, Jezus is zo geweldig. En we zijn zo rijk. En we moeten ontdekken hoe rijk we zijn. En niet bezig zijn met, nou ja, goed. Dus dat onnaspeurlijke rijkdom van zijn genade. God die je overgezet heeft uit het rijk van de duisternis. Je leeft in het rijk van de duisternis. En heb je overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Daar ben je overgezet. Daar woon je, daar leef je. Je ziet het niet. Je proeft het niet. Je ruikt het niet. Maar in de geest wel. Door de Heilige Geest wel. En vanuit die positie, hoe kun je geloofsoverwinningen behalen? Als je denkt, oh, dat gaat er nooit worden. Als je denkt van, ach, mijn kinderen, het gaat er niet meer worden. Ik sta voor de troon, hoor. Voor de troon. Van diegene die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En op de aarde. Halleluja. En van waaruit, ach mensen, hoe is de situatie nu in de wereld? Hoe is de situatie nu? We hebben het over het gezin, in uw gezin. Nou kom ik bij dat tweede woord. Afgelopen donderdagavond, ik vond het diep indrukwekkend. We waren niet met heel veel mensen. Rick had opnieuw een fantastische inleiding. En hij sprak over Timotheus, die benoemd werd in de tweede Timotheusbrief door Paulus. En dan zegt Paulus, kijk eens naar het voorbeeld van je oma, naar het voorbeeld van je moeder. Kent u dat gedeelte? Ja? En ze heten respectievelijk Lois en Eunice, zouden wij in het Nederlands zeggen. Grieks Eunike. Die twee waren een voorbeeld. Dat is de eerste vraag die Rick terecht opmerkte. Waar was de vader? Waar was de vader? Sociologen zeggen vooral een van de problemen van deze tijd is vaderloosheid. Waar was de vader? En de Bijbel spreekt er wel over, namelijk in Handelingen 16, vers 1, daar staat dat je een Griekse vader had. He, met andere woorden, he, dat mag je zo lezen uit de tekst, een niet-gelovige vader en een gelovige moeder. In bepaalde zin, in geestelijke zin, een oncompleet gezin. De moeder geloofde, de vader niet. He? Dat zie je eigenlijk. Nou, dat is, als we komen over, en dat is denk ik ook de balans die de Heer aangaf. En het punt is, als we heel erg gaan spreken over zo moet het en zo moet het en bouw een huis en dit en dat. En er komt ook de nadruk op, zeker bij het beeld van de ark. Dan moet je heel hard werken, heel hard werken. Heel hard werken om een ark te bouwen. Je moet heel hard werken om een gezin te bouwen waar Jezus centraal staat. En als het niet lukt en als dan mijn kinderen niet tot geloof komen, dan ligt het dus aan mij. Nou, hier is dus een balansopmerking nodig. Hier is balans. Ja, zeker. Als je in de fase bent waarin je nog mag bouwen. Zeker. Zeker is een vader geroepen om Jezus te modelleren. Zeker is een moeder geroepen om Jezus te modelleren. Zeker. Dat klopt. Dan ben je nog aan het bouwen. En ik denk ook dat je mag zeggen, als je realiseert, als er nu een oproep gedaan zou worden, wie weet dat hij het gewoon, dat hij het niet altijd goed gedaan heeft in zijn opvoeding, dan ga ik naar voren. Want ik weet dat ik het niet altijd goed gedaan heb. Dat meen ik oprecht, dat is niet een mooi praatje om
ik meen oprecht, ik heb het niet altijd goed gedaan. En dat is ook zo. Wie van de ouders is volmaakt? Zijn hier volmaakte ouders? Wie van de ouders heeft volmaakt Jezus geleefd? Als dat zo zou zijn, dan zouden wij zelf in eigen kracht ervoor kunnen zorgen dat onze kinderen gered zijn. Nou, ik zou je één ding zeggen, er is een man aan het kruis gegaan. Dat kunnen wij niet. Als het zo was, dan had God tegen Mozes, tegen Noach gezegd, Noach, volg een cursus reddend zwemmen. Had hij dat gezegd. En dan had hij een diploma moeten halen. En dan had hij 40 dagen. Of hoe lang was het? Of nog langer? Hoe lang heeft hij ark gedreven? Lang. Hoeveel? Een jaar. Lang. Had hij, maanden had hij met. En dan kon hij maar één kind redden. En waarschijnlijk had hij dan zijn vrouw moeten redden. En ziet u hem al zo? Hè, met rugslag. En met dat één kind dan mee. En had hij misschien. Eén kind gered. Nou kan u bijvoorbeeld zeggen, dat houdt geen mens vol. Dagen achter elkaar zonder eten en drinken. Kortom, conclusie, er is geen papa en er is geen mama die zijn kind kan redden. Amen. 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 Niet. Dat kan je helemaal niet. Dat is God die dat doet. Er is maar één redder. Dat is God. En dat was zo, dat gebeurde van de week, had ik zelf in wat dingen door elkaar. Want die tekst kwam me van Hupplepup, die ik in de gevangenis verwerkte. Paulus zegt dat. Ik dacht even van Timotheus, maar dat is van Onesimus. Onesimus heeft hij in de gevangenis verwerkt. En even tussendoor, als mensen in de gevangenis terechtkomen, dan is dat meestal om een reden. Dat betekent dat de dingen niet goed gegaan zijn. Dat betekent dat dingen ook in het gezin misschien niet goed gegaan zijn. Maar er zijn redders in de, Emiel, hè? Er zijn redders in de gevangenis. Alleen, ze vertegenwoordigen de redder. Jezus. Jezus in de gevangenis. Dingen gaan soms niet goed. Nicky Kroes noemde ik net. Nicky Kroes is in een voedoe-gezin opgevoed. Hij is vervloekt. Hij is naar de Satan opgedragen. Er is een pact gesloten rondom deze man. Opgedragen aan de Satan. Maar is een redder gekomen in zijn leven. Was dat David Wilkerson? Nee. Dat is de boodschapper van de redder. Was een redder gekomen in zijn leven. En het grote belang is, en ik denk dat de Heer dat zo. Ik heb een potje zitten janken daarachterin. Moet ik zeggen, want ik voelde zo het verdriet van ouders waarvan de kinderen nog niet gered zijn. En sommigen nemen dat mee als een last. Sommigen nemen dat mee als een aanklacht. En zeker als we die preken gaan doen over hoe je een huisgezin moet bouwen. Ja, dan heb ik het dus niet goed gedaan. Dan heb ik het dus niet goed gedaan. Ik ben er zo van overtuigd. God wil dat je leeft zonder aanklacht. God wil dat je leeft zoals de Bijbel zegt, zo is het dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. God wil dat je vrij bent in het geloof. Hebben we het als ouders allemaal goed gedaan? Lieve mensen, de Heer Jezus zelf noemt ons een slechte vader. Lucas 11 vers 1, als je hem niet gelooft, hoewel gij slechte vaders zijt. Hij weet hoe een echte vader is. Hij kent zijn vader in de hemel. En hij zegt, die is anders. Die is zo, hij heeft het wel gezien, maar al die vaders op de aarde. Ja, die aardse vaders zijn anders dan de hemelse vader. Hoewel geen slechte vaders zijn. Er staat ook niet in de Bijbel. Niemand komt tot de zoon, tenzij zijn eigen papa hem trekken. Er staat nergens. Niemand komt tot de zoon, tenzij de vader hem trekken. Om aan te geven dat niemand met een last mag lopen dat je het niet goed gedaan hebt. Want we hebben het allemaal niet goed gedaan. Niemand heeft het goed gedaan. Maar dan ook niemand. De een heeft misschien meer begrepen, heeft misschien meer genade ontvangen, heeft misschien meer langer uit de Bijbel kunnen leven. Sommigen staan in langere traditie, zoals Timotheus, oma en moeder, zeker. Wat een genade is dat. Wat een genade is dat. Als er maar iemand zal zijn die kan zeggen van, kijk mijn gezin is hoe goed het loopt. Die veronderstelt ermee dat het door je eigen goede gedrag is dat. Vergeet het maar. Het is trots. Het is geen genade. Het is geen geloof. Balans. En als ik hiermee zeg dat als de ouders zijn die dat gevoel hebben, en nogmaals, ik kan met u volledig amen zeggen en identificeren. En dat is een van de dingen die ik niet goed gedaan heb. Ik ben gewoon veel te hard aan het werk geweest. Veel te hard aan het werk in de kerk. Ze hebben me gewaarschuwd aan het begin van de bediening. En ik heb gerealiseerd. Ik denk dat ik veel aandacht wel aan mijn gezin gegeven heb, maar ik denk dat ik moet zeggen, in Gods orde had dat anders gemoeten. Had er meer balans moeten zijn. We hebben erover gepraat.
vergeving gevraagd. Maar het is wel wat het is. Het is wel wat het is. Dus als onze kinderen gered zijn, dan is het alleen maar door de genade van God. En een hele goede moeder, zeg ik er dan bij, anders is het toch niet. Door de genade van God. En dat vind ik zo belangrijk, dat we deze dingen ingaan, dat niemand loopt met veroordeling. Niemand. Er is iemand aan het kruis gestorven. Iemand die redt. Iemand die vrijspreekt. Die mij heeft vrijgesproken. Amen. Amen. Muziekteam, jullie naar voren komen. We gaan zo direct over onze kinderen uitzingen. De blessing in het Nederlands. De zegen over ons nageslacht. Maar ik wil u ook de gelegenheid geven. Ik wil u de gelegenheid geven. Er was afgelopen bid stond dat er een paar ouders ook zeiden van ja, maar mijn kind gelooft nog niet. Ja, maar mijn kind gelooft nog niet. Ik denk dat het allervoornaamste is dat niemand met een beschuldiging of een last blijft lopen. Niemand. Dat iedereen die, wie dan ook maar, het gevoel heeft van ik heb het niet goed genoeg gedaan. Dat hij mag weten, ja dat klopt ook. Dat hebben we allemaal niet. Maar dat je die beschuldiging neerlegt bij de Heer. Misschien moet je nog even een ander lied zingen, Annemiek. Een van de lieden die ik gezongen heb, zoek even één uit. Maar dat terwijl we dit lied zingen, dat je gewoon je de gelegenheid hebt. Je hoeft niet met je gebeden te worden. Maar dat je een vorm vindt om als je belast bent en aangeklaagd wordt, dat je die last echt gaat neerleggen bij Jezus. Bij het kruis. Dat hij niemand zal zijn die met die prangende vraag, heb ik het wel goed gedaan, blijft lopen. Zing maar een lied, speel maar een lied, jongens. Nou, dan wil ik jullie de gelegenheid geven om, en u mag het gewoon ook op je stoel doen hoor. En soms kan het krachtig zijn om iets anders te doen, om ergens te knielen. Ergens te zeggen, Heer, en ik vertrouw opnieuw mijn kinderen nou niet toe. Mijn kleinkinderen. Gebruik me maar. En soms kan het wel heilzaam zijn om juist omdat je weet, Jezus heeft mij vrijgepleit. Juist van daaruit kan het heel heilzaam zijn om eens uit te spreken, van, joh, ik had dat anders moeten doen. Of ik heb wel eens woorden over je uitgesproken die niet goed geweest zijn. Of waar God je ook maar bij bepaalt, dan is het niet meer vanuit de veroordeling. Maar vanuit vrijheid. En terwijl de muziek speelt en jullie zo direct een lied gaan zingen. Ik zeg niet dat je naar voren moet komen. Maar vind een manier om je last, als je een last hebt. Als naar voren komen, help toch gewoon naar voren. Maar vind een manier om van die last af te komen. Waarom zij wel en waarom wij niet? Zijn wij dan niet goed genoeg? Alleen Jezus is goed genoeg. Het is maar eentje.